Hi allemaal, het is deze maand weer tijd voor een nieuwe budgettoppers video. En zoals je ziet ben ik op dit moment alleen. Larissa zit op dit moment in Bali te chillen en ik zit in mijn eentje nog hier in Nederland. Ik vind het niet zo erg, ik gun het Larissa echt het beste, maar dat is de reden waarom ik hier nu in mijn eentje sta. Nou, jullie weten hoe het gaat. In deze video deel ik alle budgettoppers waarvan Larissa en ik vinden dat ze echt super tof en top zijn eigenlijk. Er zijn natuurlijk super veel dealtjes en aanbiedingen overal te zien, maar wij filteren ze een beetje voor je op basis van onze stijl en smaak en interesses. En ook Larissa heeft vanuit Bali heel eventjes met me meegekeken welke aanbiedingen wij het allerleukst vonden. Dus die ga ik nu allemaal met jullie delen. En we beginnen, of ik begin, met beauty. Nou, bij de Ethos zijn er heel veel 1 plus 1 gratis deeltjes te krijgen. Die zijn allemaal supergoed, maar het zijn er ook heel veel en die ga ik allemaal niet noemen. Ik heb al 2 andere goede aanbiedingen gevonden bij de Kruidvat. 2 hele goede aanbiedingen voor scheermesjes. En ik denk dat we die altijd wel nodig hebben. Althans, als je scheert. En de eerste is van Wilkinson. Je hebt de Wilkinson Limited Meshes. En deze zijn super goed. Dus je hebt verschillende soorten. Zelf heb ik de Hydro Silk. Maar je hebt er ook nog eentje met een heel groot blok eraan. Dat is eigenlijk al een soort van schuim. Scheerschuim. En dan heb je nog een andere. En die kosten nu maar €3,99. Dus het is een hele mooie manier om ermee kennis te maken. En misschien herken je dit wel uit een vorige budgettoppers. Want toen deelden we dezelfde aanbieding. Maar toen kostte het maar €5. En nu kost het dus €4. Ik vond het persoonlijk wel een hele goede deal. En ik zag ook dat er navulmesjes in de aanbieding waren. Dan krijg je de 4 stuks van bijvoorbeeld de Hydro Silk voor maar €9,75. Ik vind het best wel goedkoop. Maar goed, je hebt nog een andere goede deal bij de Kruidvat. En dat is voor de Gillette Venus Snap. En dat is dit hele kleine scheermesje. Of eigenlijk is alleen maar het dingetje waar je hem aan vasthoudt iets kleiner. Het mesje is gewoon hetzelfde. En ik vind deze heel erg handig gewoon voor onderweg. Want hij komt in een heel mooi handig plastic bakje, dus je gooit hem net wat makkelijker in je reistas. Of als je gaat logeren en je wilt hem meenemen, vind ik hem gewoon heel erg chill voor. Hij is nu te koop bij Kruidvat voor €12,99 met 4 mesjes. Dus volgens mij krijg je dan 3 extra mesjes en dan dit dingetje met nog een mesje. Ik vond het ook echt een hele goede deal. En zowel de Wilkinson als de Venus komt uiteindelijk neer op iets van €13 of €13,75. Dus rond dezelfde prijs. Dus voor welke optie je ook gaat, het is allebei net zo goedkoop. Dan ga ik nu door naar interieur. Ik heb echt super veel leuke interieurspulletjes weer gevonden voor hele fijne prijsjes. En ik begin eventjes met de Quantum. Bij de Quantum hebben ze namelijk van die hele leuke spiegels met van die stokjes eromheen alsof het een zonnetje is. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen, maar je kunt het wel zien op de foto. Het is gewoon alsof je een zonnetje tekent en dan met van die stokjes eromheen. En dan heb je 2 soorten van, een ronde voor €17 en een ovale van €25. Dat vind ik allebei nogal hele goede prijsjes en ik vind persoonlijk die ronde wel heel erg leuk. Ik zie dat wel eens op van die interieurfoto's dat ze hem dan boven de bank hangen of iets dergelijks. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon gebruiken als echt een spiegel. Ik vind ze in ieder geval heel erg tof. En bij de Big Bazaar zag ik ook hele leuke spiegeltjes. Die zijn iets meer budgetproof. Of die kosten een stuk minder dan die van de Quantum. En die zien er ook wel echt heel erg anders uit. Dus oké, het is niet echt te vergelijken. Maar daar hebben ze hele leuke ronde en ruitvormige spiegels aan een kettingje. En die zijn maar €3,99. En bij de Quantum hadden ze trouwens ook nog iets anders leuks. En dat is een buffelschedel. En die zijn best wel vaak heel erg duur. Maar deze vond ik wel een fijn prijsje hebben. Namelijk voor maar €25. Dus mocht je nog een keer je kamer willen redecoraten, dan vind ik zo'n skull wel heel erg leuk. En zo'n spiegel is gewoon heel erg leuk. Kan je er nog een leuk schilderijtje bij hangen. Of misschien een macramé hanger. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Misschien spreek ik het niet zo uit. Macramé? Macramé. Het zal macramé zijn, toch? Klinkt ook een beetje stom anders. Maar goed, in ieder geval zijn we nu hangers. Gemaakt van touw, heel dik touw, veel dik wol. En dan helemaal leuk geknoopt. Super bohemian. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Het is eigenlijk al heel lang een trend. En deze kan je kopen bij de Blokker voor maar €9,99. Ik vond dat best wel een goede deal. Het is natuurlijk een nog betere deal om het helemaal zelf te maken. Maar ik kan me voorstellen dat je daar echt helemaal geen zin in hebt. En dan is €10 is echt hartstikke prima. En de Blokker had nog veel meer leuke dingetjes. Ze hadden dus ook een mooi vierkant wandrekje. In het zwart eigenlijk best wel een bekend model die je best wel vaak hebt gezien. Je kan er allemaal dingetjes inzetten zoals plantjes en beeldjes, kaarsjes misschien. En deze kostte maar €17,99. Nu heb ik ook zo'n wandrek gezien bij de Tiger DK. Of gewoon Tiger. En die is niet per se in de aanbieding of zo. Maar die is wel soortgelijk, maar dan rond. En ze hebben hem in het wit en het zwart en die kost €20. Dus scheelt niet zoveel geld.
Maar het ligt er een beetje aan, wil je rond of wil je vierkant? En die van de blokker is dan wel echt een aanbieding, dus daar moet je wel op tijd bij zijn. Bij de blokker hebben ze ook een heel leuk memo wandrek in het wit met 5 flipjes erbij. En zoals je ziet, zijn heel veel spullen een beetje hetzelfde als andere winkels. Want een andere keer lieten we hem ook al zien bij de Zeeman. Nu dus bij de blokker voor €5,99. Het is echt een soortgelijk product. Ik vind het heel erg leuk, want je kan er gewoon foto's in hangen, kaartjes. Weet ik niet. Hadden ze bij de blokker ook nog een heel leuk tijdschriftenrek voor €5,99. Die past heel erg bij de stijl van dat memo-rek en dat andere zwarte rek. Dus je zou alles in één keer kunnen halen, mocht je dat willen. En die staat gewoon heel erg leuk. Die kan je zo naast je bank neerzetten met wat tijdschriftjes erin of wat boekjes. Of je zet hem op je wc neer. Of, ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat je ermee doet. Maar ik vond het wel een leuk ding voor een fijn prijsje. Nou, bij de Lidl hebben ze ook weer cactusjes in van die leuke terracotta potjes. En ja, weet je, ik denk dat nog forever de cactusjes een beetje in blijven. En dat zijn echt super handige plantjes. Dus mocht je nou nu net op kamers zijn gegaan, dan is een cactus echt ideaal. Want het is en een plant, dus het staat leuk en gezellig. En ja, je hoeft hem niet heel erg te verzorgen. Dus je weet in ieder geval zeker dat hij niet doodgaat. Tenzij Larissa heet, want volgens mij heeft Larissa ooit een cactus dood laten gaan. Maar dat even terzijde. In de categorie lifestyle heb ik ook nog een hele hoop leuke dingetjes gevonden. Zo heb je op dit moment bij de Action een heel leuk fotoalbum. Deze is een beetje bruin, alsof het van dat bruine karton is. We hebben dan van die gouden flamingootjes erop. Ik vind hem echt super cute. En natuurlijk een fotoalbum is aan de ene kant best wel oldschool. Aan de andere kant best wel nieuwschool. Want ik denk, weet je, ons hele leven is al digitaal. Maar hoe leuk is het om toch nog je foto's uit te printen en die in een boek te plakken. Want dat zijn uiteindelijk de foto's die je toch het meeste erbij haalt en het meeste zal herinneren. En dan bij de Kruidvat zag ik iets anders wat daarmee te maken heeft. Namelijk een externe harde schijf. Deze kost €49,95 en hij is verkrijgbaar in wit. Nee, sorry, in roze en zwart. En een heel leuk quilted printje. Larissa en ik vonden hem echt super cute. En ja, wij vinden een externe harde schijf gewoon echt een must-have. Of je nou op school zit of op werk. Eigenlijk gewoon voor iedereen. Want we maken zoveel foto's tegenwoordig op onze telefoon of gewoon met een camera. En die zet je dan op je computer. Maar wat als je computer nou crasht? Nu kan het ook zo zijn dat je harde schijf natuurlijk crasht. Dat is wel eens gebeurd bij een vriendin van mij. Ik lach nu, maar het is helemaal niet grappig. Want dan heb je het dus weggezet en dan crasht dat ding. Dus het allerbeste is eigenlijk altijd van zet het op een harde schijf. Zet het ook nog op een andere harde schijf. Maar wat ik wil zeggen is, een externe harde schijf is eigenlijk echt een must. Dus deze vonden we heel erg goed voor de budgettoppers. Het voelt niet budgetproof omdat hij €50 is. Maar het is wel een goedkope externe harde schijf. En hij is cute. En qua grootte is hij 1 terabyte. Dus dat vonden we best wel prima. Dan nu even iets heel anders, maar wel lifestyle gericht. Het heeft te maken met sporten. Want de Zeeman heeft echt superveel sportartikelen in het assortiment. Ik ben zelf een maandje geleden eindelijk weer begonnen. Sinds heel lange tijd. Dus ik kan hier over deze aanbieding best wel enthousiast worden. Want sportkleding kan echt heel duur zijn. Maar je kan het ook echt heel budgetproof inkopen. En ze hadden echt een hele hoop leuke dingen. Nou, ik ga niet alle sportartikelen van de Zeeman noemen, want ze hebben er echt een hele hoop. Maar ik ga er wel een paar uitlichten die ik heel erg interessant vond. Zo vind ik de Sport Folding Bag heel erg interessant. Een sporttas is sowieso wel een must, want je wil je stinkschoenen niet in je gewone rugzak stoppen. Althans, dat wil ik liever niet, want je weet maar nooit of het over een tijdje dan je tas verpest. En deze kan ook nog eens heel erg klein opbergen. En dat is ideaal voor als je niet zoveel ruimte hebt. Of voor als je hem gewoon lekker weg wil stoppen. Of als je hem mee wil nemen op reis. Ik kan echt heel veel voordelen bedenken aan een folding bag. En de prijs is ook wel heel erg fijn. Namelijk €4,99. En dan hebben ze verder ook nog sport-BH's en sportbroeken en sporttops. Ik vond die sporttops er vooral wel heel erg mooi uitzien. Kosten ook maar €4,99. Je hebt ook nog t-shirtjes. En dan heb je ook nog accessoires zoals een sportfles. Ik vond deze er wel hip uitzien en niet al te erg dat het eruit ziet alsof het van de Zeeman kwam, zeg maar. En deze kostte €2,99. Nou, in principe zou je gewoon alles kunnen kopen daar. Je moet een beetje kijken naar wat is goed en wat is niet goed. Ik weet bijvoorbeeld nog niet of de sportbroeken squat-proof zijn. Maar ik moet zeggen dat de prijsjes zijn wel heel erg fijn. En het is best wel chill om meerdere setjes sportkleding te hebben voor als je meerdere keren in de week gaat en dan een beetje wilt wisselen. Maar nu even over iets heel anders. Bij de HEMA heb je op dit moment, hou je vast, dit is geen budgettopper, maar wel een topper en daarom wilde ik hem noemen, popcorn met tompoessmaak. Oh my god. Kijk, ik weet dat ik het net over sporten heb gehad, bla bla, fit girl, maar ik wilde dit echt wel even proberen. Ik vind het zo jammer dat Larissa op dit moment in het buitenland zit, want Larissa is echt een tompoes freak.
Maar ik dacht, ik haal hem eventjes. Toen ik hem haalde, dacht ik, nou, dit is niet echt budgetproof. Want de gewone van die popcornkorrels zijn natuurlijk veel goedkoper. Het kost €1,75 en op dit moment 2 voor €5. Maar dan heb je wel een heel grappig cadeautje. Ja, of nou ja, cadeautje voor jezelf kan natuurlijk ook. Ik ga ze heel even proeven. Ik weet dat dit echt heel eventjes tussendoor een pauzetje is van de budgettoppers. Maar dit moet gewoon heel veel gebeuren. Dit zijn ze. Ze ruiken echt gewoon, oeh. Ja, het ruikt gewoon echt naar zoete popcorn in een bioscoop. Logisch. Oké, ik vind het heel erg lekker smaken. Maar ik weet niet of ik nou per se de tompoes smaak proef. En nu heb ik 2 van die dozen gehaald. Wacht. Ik zal er even een ASMR momentje van maken voor de mensen die ervan houden. Oké, hij is lekker. Hij heeft een lichte tompoes smaak, omdat hij vooral smaakt naar het glazuur, maar niet per se naar de vulling. Dus een klein beetje een teleurstelling, maar hij is wel lekker. Op zich wel lekker. Oké. Nou ja, het is een nieuw product. Probeer hem maar voor jezelf. Dus hier wil jij wel helemaal naar tompoes smaken. Ik niet echt. Maar hij is wel heel erg lekker. Nou, het volgende lifestyle product komt van de Lidl en dat zijn regenlaarzen. En ik hoor je denken, daar hou je mond. Ik wil niet denken aan herfst, de regen. Ja, we moeten er toch op een gegeven moment aan geloven. Ik ben persoonlijk echt een zomer- en lente-liefhebber. Dus zodra het herfst en winter wordt, dan word ik gewoon niet zo heel erg gelukkig van. Kan ik een beetje een winterdipje van krijgen. Ik denk dat ik hem gewoon nu al aan het krijgen ben. De eerste regendag die langskwam, dacht ik echt van, doe even normaal. Ik ben hier niet klaar voor. Maar goed, met een klein beetje voorbereiding zoals het koop van die laarzen, ben ik er wel klaar voor. Je hebt verschillende soorten, gewoon hele simpele voor €7,99. En ook iets interessanter met een riempje erbij of een kekkleurtje. Of een leuk printje zoals een army printje. En dan kosten ze €9,99. Ik vind dat echt prima prijsjes voor regenlaarsjes. En als je ze nu haalt en je bewaart ze gewoon, dan heb je ze volgende zomer ja, misschien wel nodig op een festival. Want laten we eerlijk zijn, de zomers in Nederland zijn niet fantastisch. Er is een hele grote kans dat je hem ooit weer nodig hebt op een festival. Nou, ik ben heel erg benieuwd of jij dit jaar een nieuwe opleiding bent begonnen en misschien op kamers bent gegaan. Of dat je misschien uit huis bent gegaan. Of dat je misschien nog thuis woont. En wat je van deze aanbiedingen vond. Laat het eventjes weten in de comments. En geef deze video ook zeker een duimpje omhoog. Als je hem weer leuk vond. Ik ben nog lang niet klaar met de budget video's. Want ik wacht nog op 1 of 2 dingen. En dan ben ik klaar om mijn AliExpress video op te nemen. En ik heb al heel veel dingetjes binnengekregen. En ik word helemaal blij van. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van gaan vinden. Want het is dus nog meer budget spul. Maar ik heb wel een beetje, ja, ik heb wel echt dingen uitgekozen. Die ik hoop dat jullie het leuk vinden, laat ik het zo zeggen. Ik word er heel erg enthousiast van. Dus jullie hopelijk straks ook. Volgende video wordt in ieder geval weer een Summer Goals. Dat zal ook de laatste zijn. En hij is heel erg leuk. En ik hoop dat jullie hem weer leuk vinden. Maar dat zien jullie dan wel weer. Dus tot de volgende keer. Doei!